What's up? Ik ben Soos en dit is Soos Sense. En thank you for tuning in en checken naar deze review die ik weer ga geven. Ik heb twee lekkere fragrances binnengekregen. Eentje waarvan ik meer hou dan de ander, but still geweldige geur hebben gekregen. Quality scents. En wil jij weten welke scents dit zijn? Stick with it. Van Boho Boko. Twee geweldige sets. En het is lastig om uit te spreken. Ik weet niet waarom. Wet cherry liqueur en wild carrot oud. Dit is echt. Ik heb in een lange tijd fragrances. Gewoon lange tijd heb ik niet zulke fragrances gehad die zeg maar zo mooi verpakt waren. Ze zitten er nu niet in. Hè, maar wat de hel. Ik vond dit zo smooth gefixt, jongen. Dit is zo nice gedaan. Dit is echt. Ik was echt in. Ik maakte het open en dacht: wat de hel. Wat is dit, man? Dit is echt super mooi, man. Zo, dit is de verpakking zoals je kan zien. En het is great. Dit is echt geweldig. Zo maak je mensen echt blij en zo trek je mensen. Kijk, deze geuren zijn 135 euro ongeveer. Of 160, ik weet niet precies in mijn hoofd. Maar dat is echt een stabiele prijs voor een niche geur. Echt waar, stabiele prijs. En ze worden zo verpakt. Wauw, even serieus. Ze worden beter verpakt dan Parfums de Marly. Dat kan ik al zeggen gewoon. Veel beter. Het start, man. Ik hou gewoon de uiterlijk. Gewoon vertellen hoe die fles eruit ziet, man. Dit is een zware top, bro. Like, dit is gewoon zware. Zo nice. Zo smooth. Zo simpel en zo elegant. I like it. Dit is Wild Carrot Oud. Ik denk dat er echte oud in zit. Ik zal niet weten of dat echt zo is, maar ik denk dat er echt een oer in zit. Waarom denk ik dat? Hoe ik het ruik. Vaak denken mensen door parfumshouses zoals Mancera en Montal en al die dingen, of Tom Ford, dat oud altijd mass appealing is. En dat is niet per se zo. Als jij deze haalt, dan haal je dit omdat jij van speciale geuren houdt. Dit is zo uniek. Zo'n lekker dry down. Het is. Ik vind hem heel erg unisex. Dus ik ga niet tegen jou zeggen dat het echt mannelijk is, vrouwelijk is. Dat is het niet. Het heeft echt een unieke geur. Maar niet uniek negatief. Snap je? Er zullen vast wel mensen zijn die het niet lekker vinden. Maar ja, er zijn mensen die heel veel mensen peeling fragrances niet per se lekker vinden. Dus dat is echt onzin. But still, this is very unique. Dit is een scent die je niet elke dag ruikt. Ik kan niet zeggen naar wat het ruikt. Snap je? Het is gewoon echt een. Ik ga ook niet zeggen dat het voor koudere dagen is. Ik zou meer eerder in de avond dragen. Misschien een warme avonddag zou ik hem kunnen dragen. But it's so nice. Er zit wortel in. Ga naar de notes. En de notes zitten. De bergamot zit erin. Wortel zit erin. Aardenoot zit erin. Er zitten ook wat houtnoot zitten erin. Er zitten echt van verschillende dingen zitten erin. En het heeft echt een earthy vibe. Dat kan ik echt wel zeggen. Ik denk dat dit in de herfst perfect zal zijn. De hele dag in de herfst. Dit zal echt een great scent zijn daarvoor. Ik zal genieten van deze geur. Omdat het iets is wat ik niet had. Ik heb dit niet gehad. En zelf zou ik het niet 1, 2, 3 meteen hebben gekocht. Omdat ik er niet aan zal denken. Maar ik heb hem binnengekregen. En ik ruik hem. Ik heb zoiets van, wow, een andere wereld van parfum is even voor me opengegaan. Yo, earthy scents zijn wel lekker. Kijk, enige fragrance waarvan ik denk van, oké, die komt wel close. Het is niet hetzelfde. Maar ik heb zoiets van, in dezelfde categorie van geuren. Zal ik zeggen, Lalique Encre Noir. Dat is ook een hele speciale, aparte geur. Die ook wel earthy is. En als mensen ervan houden, zijn ze er helemaal weg van. Maar als ze er niet van houden, haten ze het gewoon. En ik vind dat dit zeg maar wel een goede fragrance daarin te vergelijken is met dezelfde categorie. Maar voordat je deze haalt, alsjeblieft samplen en kijken naar. Want ik wil niemand teleurstellen. Ik vind het een lekkere geur. Lekker earthy. Maar niet iedereen houdt per se van earth fragrances. Want earth fragrances zijn niet altijd mass appealing. You feel me? So, ja toch. It's on you. Het is oprecht onmogelijk om deze review neutraal te maken. Want als je meerdere geuren tegelijkertijd binnenkrijgt, dan is de kans heel groot dat je van eentje houdt, eentje walgelijk vindt. Of dat je
ene goed vindt en de andere minder. Of weet ik veel wat. But, dit is mijn baby, man. Dit is mijn baby. Dit is Wet Cherry Liqueur. Oh my god. I'm so in love with this scent. Dit is gewoon op dit moment mijn favoriete cherry scent. Like, ik heb de afgelopen tijd sowieso wat meer met liquor type of fragrances. Dus boozy fragrances. Fragrances, dus parfums met whisky erin, rum erin, cognac en al die dingen, snap je? Net als Angel Share by Killian. Daar heb ik het wel mee. Ik vind ook... ik kom er even niet op. Maar ik heb het dus ook bijvoorbeeld met Bentley for Men Intense. Dat ik er echt, dat ik het heel nice vind nu. Omdat ik weet dat het een beetje een boozy fragrance is. Dus de afgelopen tijd heb ik wel wat meer met boozy fragrances. En ik had Wild Cherry van Mancera binnengekregen. Vond het echt een geweldige geur. Maar er was iets wat ik minder vond. But, ik heb deze binnengekregen. En ik wist niet dat ik iets miste in mijn leven. Totdat ik deze had binnengekregen en had geroken. Ik ben oprecht verliefd op deze fragrances. Deze is gewoon... I don't know what to say. I'm so in love. Met kersen. Twee keer kersen. Er zit karamel in. Er zit... ik moet even nadenken. Tankbeen van nieuw zit erin. Er zit ook gewoon drank in, zeggen ze. Drank. Dus laat me gewoon zeggen, liqueur zit erin. Ik zeg het jullie... Ik vind die noot echt elkaar heel erg goed complementeren. Waardoor je gewoon... Je bent gewoon in. Wauw. Is ook een unisex fragrance. Ik denk dat dit ook bij vrouwen geweldig zal zijn. Ik zal... Ja, wat ik zou aanraden met outfits. Pantalon, t-shirt, polootje of zo. Loafertjes, misschien. Maar ik kan het ook dragen met... Nee, ik zal geen trainingspakken meer dragen. Ik zal het meer houden voor nettere momenten. Ook voor dames als je dit gaat dragen. Wat eleganter eruit zien. Want dit geeft het echt... Ik ben... Oh, nee, maar jongens. Dit is een blind buy. Dit is 135 euro, 160 euro. Blind buy. Buy it. You're gonna love it. You're gonna enjoy this. Oprecht. Dat was het dan. Dat was de review van Wild Carrot Oud en Wet Cherry Liqueur van Boho Boco Parfums. Een geweldige parfumhouse die ik sowieso zou checken als ik jullie was. Er zijn hele goede kwaliteit niche fragrances. En oprecht maken goede quality fragrances. Dat is alles wat ik kan zeggen. Geuren voor die prijs met zoveel kwaliteit zijn niet makkelijk te vinden. Dat zeg ik je. En geuren die dan zo... breed zijn. Net als je kan naar Mancera en Montal gaan. Er zijn ook niche houses die wat goedkoper zijn. Maar het is heel moeilijk. Je hebt keuze uit duizenden geuren die bijna allemaal een beetje op elkaar kunnen lijken. Niet op elkaar lijken, maar kunnen lijken. Dus je weet nooit waar je moet beginnen. En ik vind als je hierin gaat, je kan van mass appealing naar weird gaan. Maar ik vind dit gewoon echt nice. En ik vind ook dat de twee geuren die ik heb binnengekregen, twee totaal verschillende geuren zijn. En ik heb gewoon zoiets van, wow. Dit is lijp. Snap je? Like, I knew the brand. I knew the perfume house. But, wow. Dat is alles wat ik kan zeggen. So, thank you for watching. Thank you for tuning in. Thank you for... Yo, als je tot hier bent, dankjewel man, oprecht. Thank you for the support. Subscribe. Laat een comment achter. Like of dislike. Dat maakt niet zoveel uit. Als je maar hebt gekeken. Much love. Follow me on Instagram. Follow me on TikTok. En ja man. 3 video's per week. Lijp. Maar ik doe mijn best, jongens.